Een radiatorombouw maken in 4 stappen. Stap 1. Bepaalde afmetingen. Meet je radiator op, zodat je zeker weet dat je ombouw groot genoeg is. Let erop dat je ook voldoende ruimte houdt tussen de radiator en de ombouw voor een goede luchtcirculatie. Zit de ombouw te dicht op de radiator, dan is de kans groot dat het hout krom trekt. Een goede afstand is 5 cm tussen de radiator en de ombouw. Stap 2. Houtsoort bepalen. Bij het bepalen van het houtsoort let je erop wat er bij je interieur past en welk hout geschikt is en niet te snel te krom trekt. Geschikte houtsoorten zijn onder andere Douglas, Vuren en Steigerhout. Stap 3. De ombouw in elkaar zetten. Bij het in elkaar zetten van de radiatorombouw let je erop dat je voldoende ruimte hebt om de radiatorkraan open en dicht te draaien. Verder hou je er rekening mee dat er voldoende ruimte rond de afvoer en de aanvoerleidingen van de radiator zijn. De radiatorombouw zet je heel gemakkelijk in elkaar door stap voor stap mijn tekeningen te volgen. Stap 4. De afwerking. Je kunt ervoor kiezen om het hout niet te behandelen of om het te schilderen. Wanneer je ervoor kiest om de radiator een kleurtje te geven, is het belangrijk er rekening mee te houden dat de verf goed tegen de warmte kan. Ben jij op zoek naar bouwtekeningen van een radiatorombouw? Of wil je meer lezen over het maken van een radiatorombouw? Klik dan op de link onder deze video. Dan lees je er meer over.